hallo allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Wij hebben jullie allemaal een tasje gegeven en daarin zitten frisbees. Je hebt een grote of een kleine gekregen. Met deze frisbees kunnen we allemaal leuke spelletjes doen. Zullen we jullie eens laten zien wat een aantal van die spelletjes zijn? Nou, let goed op. Wat je nou moet doen, is de frisbee in je hand pakken waarmee je schrijft. Dus ik schrijf met rechts, dus dan pak ik hem in mijn rechterhand. Dan doe ik mijn rechtervoet naar voren, zodat ik deze beweging kan doen en hem naar voren los kan laten. Ik ga het proberen. En ik doe precies hetzelfde, want ik ben ook rechts. Dus ik ga zo staan. Oh, dat was dus niet zo'n hele goede. Dat kan dus ook gebeuren. Dan probeer ik hem te vangen met twee handen. Wil je het moeilijker maken, kan je het natuurlijk ook met één hand doen. Zullen we het nu eens voordoen met de kleine frisbee? Oké, daar komt hij weer. Beter. Oké, om het nu nog wat moeilijker te maken, pakken wij er een hoepel bij. Buiten kan je dit natuurlijk doen door een cirkel te tekenen op de vloer. Die leg je in het midden. En dan probeer je ons de beurt met de frisbee erin te gooien. Dit is 0 punten. Dat is. Oh. Yay! Goed gedaan! Oké, nu gaan we het met de kleine proberen. Eens kijken of dat ook lukt. Ik zou toch denken dat het makkelijker gaat. Die kunnen we goed. Bijna. Dat was één. Dat waren twee ideetjes wat je ermee kan doen. Misschien kan je zelf ook nog wel wat spelletjes